We zijn weer op Texel, op vakantiepark de Krimptja. En je kan er niet meer echt omheen. Het project is nu echt begonnen. We gaan de kinderboerderij 2.0 maken. Wordt echt een te gek project. Het is ook heel erg groot en ingewikkeld. Ik heb er zin in en er staat al een heel team klaar om ons vandaag te helpen met de snoeiwerkzaamheden. Kijk, de mannen zitten al klaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Jawel. Zeker. Goed zo. Hey, hartstikke fijn dat jullie willen helpen. En wat ik vandaag wil doen is beginnen met snoeiwerk. En volgens mij hebben jullie allemaal groene vingers. Nou, dit is de eerste plek waar ik graag aan de gang wil. Omdat ik het belangrijk vind dat als je het park binnenkomt, dat je gelijk eigenlijk dit veld ziet met wat er allemaal gaat komen. Dus dat betekent dat we in deze bosjes moeten gaan dunnen. Maar ik wil het ook weer niet te kaal maken, want op zich is het wel lekker groen. Dus is het niet als ik dingen eruit zag dat jullie het eruit slepen? Prima. Het lijkt misschien een beetje tegenstrijdig om meteen te gaan zagen op het moment dat je een duurzame tuin aan wilt leggen en groen weg te halen. Dus dat is ook waarom ik heel erg goed oplet wat voor soort bomen staan er en wat heeft zeg maar qua ecologie echt een belangrijke functie. En zo probeer ik dat goed te doen. En met al het snoeiafval maken we takkenrillen en het worden ook weer ecologische plekken voor egels en allerlei insecten. En op die manier stimuleer je weer natuurlijke kringlopen. Dus ja, ik ben aan het zagen, maar ik voeg toch ook hopelijk wat toe aan dit mooie gebied. De Texelse bevolking volgt Lodewijk op de voet. Want Job van de Texelse Courant houdt alles nauwlettend in de gaten. Goedemiddag. Hey, Job. Ik keek net even op het veldje toen jullie hier al bezig waren, maar daar is al heel veel weg nu. Ja, dat klopt. Dus wat we eerst hebben gedaan is, we zijn nog wel in de ontwerpfase. Goed aan het kijken van, hoe zit het gebied in elkaar? Welke kwaliteiten zijn er? Welke natuur is er bijvoorbeeld in de duinen die we hier kunnen laten zien? En welk verhaal gaan we dan vertellen aan de bezoeker uiteindelijk? Je bent hier de komende maanden nog wel even zoet, denk ik. En ja, zeker. Wanneer wil je het af hebben? Begin van de zomer. En dan is het idee dat het klaar is en dat we een soort van feest geven. En ja, dat we met z'n allen gaan vieren dat we hier een hele bijzondere plek hebben gerealiseerd. En natuurlijk dat iedereen groen gelukkig is. Ja, nou, dan blijven wij helemaal volgen. Dan ga ik snel Leuk, aan het werk. Leuk, joh. Dankjewel, hè. Het begint al best een berg te worden. Kijk, volgende lading. Dit is al het snoeiafval. Ja, dat kun je natuurlijk versnipperen of afvoeren. Wij willen het juist behouden en er iets heel erg bijzonders mee doen. En dit is ook iets wat je in elke tuin thuis kunt doen. Op het moment dat je snoeiafval hebt, klein of groot, het maakt niet uit. Wat je doet, is je maakt zogenaamde takkenrillen. Dat is een beetje een oud-Nederlands woord. Dat zijn gewoon rijen met takken die je op elkaar stapelt, een beetje aantrapt en dan elke keer weer aanvult. Dat gaat verrotten, er komen paddenstoelen in, schimmels, bacteriën, maar ook allerlei beestjes zoals egels. En op die manier creëer je echt een ecologisch paradijsje en een stapsteen voor allerlei diertjes. Dus nou, we kunnen eens een begin maken. Nou mannen, volgens mij zit het erop het snoeiwerk. Dankjewel. Ja, tot de volgende keer. Ja, dat weet ik. Die gaat zeker komen. Heel goed. Zo, ja. Is dit echt werk? Ja. Nou ben ik nog steeds op Texel en dan wil ik voor ons bijzondere project heel veel schelpen gaan gebruiken. We zijn immers op een eiland en het is een lokaal materiaal. En dan heb ik een specialist gevonden die er alles van af weet. Hey Arthur. Ja, hallo, goeiedag. Ja. Welkom op Ecomare. Ja, wat leuk om hier te zijn. Ja, ja. Dat is lang geleden. Was ik nog zo groot? Nou, dat is dan wel een tijdje geleden. Ik kan je vertellen, ik heb wat neergezet over schelpen. Ja, want daar komen in een zeelab. Bent u de specialist? Ik ben de conservator van Ecomare. Okay. Ik ga dus over alle verzameling van het hele museum. Dus ook over schelpen. Wauw. En ik heb wat klaargelegd. Leuk. Hier zie je dus een schelpdier in volle glorie. Dit is een bulk. Een bulk? Bulk. Een bulk. Een bulk. Dat is een grote zeeslak. Kwam vroeger ook in de Waddenzee voor. En je ziet dus dat het schelp alleen maar het huisje is van een compleet dier. Vaak denken mensen bij schelpen van ja,
die groeien. En, maar dat er een beest in zit. Maar een schelp is altijd aan een beest verbonden? Ja, ja, altijd. Oké. Kijk, als je naar Texelse schelpen denkt, dan denk je allereerst aan Texelse oesters. Dit is een Texelse oester. Oh. Vroeger was dit het belangrijkste. Was geen schapen, maar oesters was het belangrijkste export van Texel. En alleen in de jaren 30 kwamen er ziektes in die oesterteelt. En er waren te veel koude winters in die periode. En toen zijn alle oesterkwekers gestopt. En je vindt nu alleen nog maar lege schelpen. Dit zijn schelpen van 100.000 jaar oud. En die vind je gewoon op het strand tussen de moderne schelpen. Je moet alleen even een oogje voor hebben. Ja, ja, nou ja, als ze zo dof gekleurd zijn, dan kun je redelijk aannemen dat het van die eemschelpen zijn. En het zijn andere soorten. Maar de schelpen, het schelppad, zeg maar, wat ik wil gebruiken, ja, dat zijn de schelpen die dan aanspoelen op het strand. Nee, een beetje, de meeste van een schelpenpad, die worden uit de geulen van de Waddenzee gehaald. Ja, diep uit de geulen liggen alle schelpen, alle dode schelpen, lege schelpen liggen daar verzameld. En dan komen er van die grote schelpenzuigers en die zuigen dat op. Je moet altijd bedenken, als je zo'n schelpenpaadje aanlegt, daar komt kalk uit vrij. Mm-hmm. Gewoon met de regen, kalk lost op, komt aan de zijkant van het paadje in de grond terecht. En dat heeft hele grote invloed op de plantengroei. En de pH-waarde, de zuurtegraad van de grond. De pH gaat omhoog. Oh, en als je dus zo'n schelpenpaadje maakt, en je moet wel een paar jaar wachten, dat is misschien heel lang, maar je moet maar dan zul je zien dat langs dat schelpenpaadje, dat daar andere plantjes gaan groeien dan 2 meter ervan af. Ja, want dat willen we. We willen heel graag de tuin en de materialen en de natuur. Ja. Dat verhaal willen we heel graag vertellen aan de kinderen en de bezoekers. Ja. Ja. En de mensen die op Texel komen. En juist ook laten zien dat als je op een andere manier tuineert met goede materialen, dat je dat op een zodanige manier kan doen dat je de natuur eigenlijk gebruikt en zelfs misschien wel veel beter nog kan maken, zeg maar. Ja. Ja, nou durf ik het bijna niet te vragen, maar nu we er toch zijn, misschien even zeehondjes kijken. Ja, lijkt me wel leuk. Ze worden nu gevoerd, dan moeten we er nou heen. Ja. Ja. Lodewijk geniet nog even na van het zeehondenspektakel op Texel.